voorjaar als Aldrossenwaard langzaam uit zijn winterslaap ontwaakt. De sloten zijn hier en daar nog gedeeltelijk bevroren. Ook de weilanden ogen nog. Toch maken de eenden al gebruik van de open plekken die in het ijs zijn ontstaan. De meerkoeten die in Nederland broeden, overwinteren ook meestal in ons land. Zij verzamelen zich vaak in groepen van soms honderden vogels om te overwinteren. Eerst een mist als dauw neerslaat en daarna bevriest, ontstaat een rijk. Een kristalfijne structuur van ijskristallen die zich afzet op de begroeiing. Langzaamaan ontwaakt het voorjaar. Hier en daar doet de watermolen zijn werk. De wipmolen is het oudste type poldermolen. Dit type molen zet het water in de polder van een lager naar een hoger niveau.
lente begint uiteindelijk toch echt door te breken. Eind maart, begin april kleuren in korte tijd veel bermen en velden in een felle gele pracht van de bloemen van het raapzaad. Dit verwilderde cultuurgewas groeit overal. Het voorjaar en daarmee het groener worden van de polder is ook aanleiding voor de futen om het nestmateriaal te gaan slepen. Ze bouwen hun nest van plantaardig materiaal op een platform dat gefixeerd zit aan de begroeiing. Het broedseizoen begint voor sommige futen al in maart, maar het loopt voor anderen wel door tot in oktober. Toch heeft een koppel meestal maar één broedsel. Na zo'n 25 dagen broeden zijn de jongen er. De jongen worden zo'n 10 tot 11 weken hoofdzakelijk met vis gevoerd. Als bescherming verbergen de zwart-wit gestreepte jongen zich achter op de rug van hun ouders. De fut is de enige vogel die zijn eigen veren opeet. Dit doen ze om in hun maag van de visgraten af te komen. Dit wordt ze al jong aangeleerd en zie je dat ze kleine veertjes aan hun kuikens voeren. In de maag vormen deze veertjes een bal die na een tijdje uitgebraakt wordt. Enkele dagen nadat ze uit het ei zijn gekomen, kunnen de kuikens al zwemmen.
dan grappige zwart donze bolletjes met een rood gezichtje. Meerkoeten eten vooral waterplanten. Maar wanneer er jonger zijn, worden ook allerlei waterdieren, zoals slakjes en visjes, gevoerd. Soms overleeft van een nest slechts een enkel jong of zelfs helemaal geen één, omdat de jongen een gewilde prooi zijn voor reigers, meeuwen en snoeken. Bloeiende witte waterlelies geven aan dat de waterkwaliteit goed is. Een andere waterplant is de gele plomp. Tussen de grote bladeren hiervan scharrelt een waterhoentje. Iets kleiner dan de meerkoet en wat meer gekleurd. Een komvormige nest is moeilijk te vinden, meestal goed verborgen tussen de dichte oevervegetatie. Gaat verder en zo breekt er een nieuwe dag aan in de Albosserwaard. Met een beetje geluk kom je heel vroeg in de ochtend het enige hoefdier dat hier in het wild leeft in de weilanden tegen, de ree. Overdag zijn ze erg moeilijk te vinden. Vanaf 70er jaren is de grote Canadese gans als broedvogel in Nederland te vinden. De jongen komen ongeveer tegelijk uit het ei. En zo verlaten ze als complete familie na een dag het nest. Beeldbepalend voor het landschap van de Albosserwaard is de grauwe gans. Vroeger was de grauwe gans een trekkende vogelsoort naar het hoge noorden van Siberië, met Nederland alleen als een belangrijk overwinteringsgebied. Maar een steeds groter deel van de grauwe ganzen in Nederland trekt niet of nauwelijks meer weg en blijft het jaar rond bij ons. Zo broeden er nu veel grauwe ganzen hier. Een gewoonlijk legsel bestaat uit 4 tot 6 eieren, bij uitzondering 8.
Dit koppel heeft waarschijnlijk ook de eieren van andere ganzen in hun nest gehad. Ze gaan hier met 22 jongen achter staan. De jonge Sophia is een korenmolen die ooit op de gemeentegrens van de dorpen Ottoland en Goudriaan stond. Op het nippertje gered van de slopershamer is hij verplaatst en gerestaureerd en staat nu in Liesveld bij het Ooievaarsdorp. Het loopwerk bestaat uit een weerwacht van houten assen en raderen. De bovenas van de molen wordt gesmeerd met reuzel dat bovenin de molen hangt om te drogen. In weilanden waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor de natuur, door het gras niet te vroeg in het voorjaar te maaien, daar gedijt Nederlands nationale vogel de grutto het best. Vanaf februari keren de grutto's terug uit hun Afrikaanse winterkwartieren. Het is geen echte koloniebroeder, maar broedt toch graag in directe nabijheid van soortgenoten. Hun meest ideale biotopen zijn vochtige, kruidenrijke graslanden . De balsroep van de grutto klinkt met wat fantasie als utto, utto, utto. Aan deze roep dankt de grutto dan ook zijn naam. De grutto wordt gezien als de ambassadeur van Agrarisch Nederland, waar productie en natuur in balans zijn. Het is een trekvogel, daarom zijn in juli de meestal weer vertrokken. Na het broedseizoen van de grutto's mag er gemaaid worden. Zoiets feest voor de meeuwen die op de opgejaagde insecten afkomen. Ook het begieren en ploegen van het land trekt de meeuwen aan. Het is dan een drukte van belang achter de tractor, zeker wanneer ook de ooievaars langskomen. Maar het wordt helemaal een feestje wanneer de slootkant wordt leeggehaald. Ook voor de spreeuwen. Bekende poldervogels zijn de kievit en de schoolekster.
In sloten worden vaak broedkorven voor eenden geplaatst. De eendenkorven die hier staan, zijn opgesteld in de sloten rondom een eendenkooi. Een eendenkooi is van oorsprong een plek waardoor een kooiker samen met zijn hondje in het wild levende eenden werden gevangen voor de consumptie. Een eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenaamde vangpijpen. Deze vangpijp is aan weerszijden voorzien van rietschermen, zodat de eenden de kooiker niet kunnen zien lopen. Zijn ze ver genoeg in de vangpijp, dan komt de kooiker achter de schermen vandaan en jaagt de eenden op naar het einde van de vangpijp, het vanghokje in. Een goed vertegenwoordigde vogelfamilie in de polder is die van de reigers. De meest voorkomende reigersoort daarvan is de blauwe reiger. In het veld kan hij geduldig wachten tot een woelmuis de fout maakt uit zijn holletje te komen. Doodstil wacht hij op zijn prooi, schiet dan met zijn kop en lange snavel razendsnel vooruit. Maar de volgende poging heeft meer resultaat. De Nederlandse populatie purperreigers bestaat uit trekvogels die hier alleen komen om te broeden. Aan het eind van de zomer trekken ze weer weg en overwinteren in Afrika. Al moet je als woelmuis ook wel een beetje meewerken. Het voedsel van de ooievaar, net als van de reigers, gevarieerd en wordt vooral gezocht in weiden en hooilanden. En als je geluk hebt, staat er ook af en toe een want steeds meer, minstens een vijfde ervan, overwinteren tegenwoordig in eigen land. Vanaf februari keren de weggetrokken ooievaars terug uit Afrika.
Ze komen hier om te broeden en doen dit op hoge plekken zoals telefoonpalen, schoorstenen, kerktorens en hoogspanningsmasten. Maar ook in netten op door de mens gemaakte palen met een platform. Als twee ooievaars op hun nest arriveren, verklaren ze elkaar hun liefde met spectaculair snavelgeklepper. Wanneer het mannetje en het vrouwtje beiden op het nest zijn aangekomen, gaan ze met het opknappen van het nest beginnen. Daarvoor worden enorme hoeveelheden takken en plantaardig afval aangesleept. Als de ruwbouw is afgerond, worden gras, hooi, mos en ander zacht plantmateriaal aangesleept voor de binnenbekleding. Ooievaars zijn niet echt hun hele leven lang trouw aan elkaar, maar doordat ze steeds terugkeren naar hetzelfde nest om te broeden, komt het vaak voor dat dezelfde ooievaars meerdere jaren achter elkaar samen een nest hebben. Als het nest afgebouwd is en je als paar denkt alles voor elkaar te hebben, ontstaat er soms een onverwacht probleem. Andere ooievaar komt proberen nestmateriaal te stelen, of misschien wel het nest heel in beslag te nemen. Hierbij kunnen heftige gevechten ontstaan, zowel op het nest als in ooievaars staan erom bekend zich fel te keren tegen belagers van hun nest. Wanneer er een indringer zich op het nest voorzien heeft, wordt er hard opgetreden. Ze gaan daarbij zelfs op de grond verder. Met de snavel hakken ze tot bloedens toe op elkaar in. Het gebeurt zelfs dat er daarbij eentje het loodje legt. Gelukkig voor dit paar blaast een indringer de aftocht. Een beetje gehavend is er eindelijk tijd voor de eieren en broeden. Als de jongen er zijn, blijft gedurende de eerste weken een van de ouders constant op het nest, terwijl de andere voedsel zoekt. Grauwe ganzen trekken over en weer naar een bekend natuurgebied in de Almlasse Waard, de Zouwenboezem. De Zouwenboezem is een boezemgebied bij Ameide dat werd gegraven om het overtollige water op te vangen uit de polders in de Vijf Herenlanden. De lepelaar, zilverreiger, blauwe reiger, verschillende soorten eenden gebruiken dit gebied om te fourageren. Door het gebied loopt de oude Zederik, ook wel Zouwen genoemd.
dit belangrijke vogelgebied een van de voornaamste broedgebieden voor de purperreiger. Zij broeden hier ver weg uit het zicht tussen het riet. Tussen het riet ook veel kleine vogels, zoals onder andere de rietgors, de rietzanger en blauwborst. Boven de zouwen is een visdiefje actief. Het visdiefje is een kleine elegante sterren. Het is een mooi schouwspel als ze aan het fourageren zijn. De visdiefjes staan biddend in de lucht en laten het dan als een baksteen in het water plonzen. Een blauwe reiger wacht liever verdekt opgesteld tussen het riet en kanzak. Hij heeft het voorzien op de groene kikkers. Groene kikkers zijn echt waterkikkers, die het op dit moment te druk hebben met paren. Als de kikkers toch niet haalbaar blijken, gaat de reiger maar terug op zijn hoofdvoedsel. Blauwe reigers zijn echte slootvoedselspecialisten. Ze eten vrijwel alles wat zij in ondiep water kunnen vinden. Kleine en grote vissoorten, vivierkreeft, salamanders, arriveren in de zouwenboezem de eerste zwarte sterren na hun lange reis vanuit West-Afrika waar ze overwinteren. Voedselrijke moerassen met een moerasvegetatie van krabbesveer en een welige oeverzone vormen in ons land het favoriete leefgebied van deze vogel. Wanneer ze arriveren, voeren ze sierlijke, schrone baltsvluchten uit om te laten zien hoe mooi ze zijn. Om daarna met een partner een nestplaats uit te kiezen. Ze broeden op kleine kolonies. Het nest wordt het liefst gemaakt op drijvende watervegetaties, krabbenscheer. Omdat krabbenscheer op veel plaatsen verdwenen is, worden door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor het broedseizoen begint nestvlotjes uitgezet. Deze met een grasvlak bedekte alternatieve broedgelegenheid wordt door de vogels graag gebruikt. Krabbenscheer keert gelukkig sinds het begin van deze eeuw op een aantal plaatsen terug dankzij verbetering van de waterkwaliteit. Dit jaar waren de vlotjes voorzien van een minder fraai raster rondom. Waarschijnlijk om predatie van de eieren door verwilderde roodwangs waterschildpadden te voorkomen. De mannetjes van de kuifeend ook al druk bezig om een vrouwtje voor zich te winnen. Ook de tafeleenden
wel bezig met het vormen van paardjes. De jongen van de zwarte sterren kunnen het nest al vanaf de tweede week voor langere tijd verlaten. Bedelend staan ze op de waterplanten om door de ouders te worden gevoerd. Sterren vertrekt in augustus weer richting Afrika om te overwinteren. Langzaam strekt de zomer zich uit voor de sauwenboezem. In de zomer zijn het de bermen en slootkanten die erbij staan als schitterende veldboeketten.
Door onder te duiken in water met niet al te dicht onder watervegetatie komt en een sloot uithalen blijft toch iedere keer weer een feestje. Wanneer er niets meer te halen valt, loop je achter de tractor aan mee naar de volgende sloot. Zo aan het einde van de zomer, als de jonge grauwe ganzen groot zijn, verzamelen zich al hele families in de weilanden. In het oorspronkelijke leefgebied zijn de grote Canadese ganzen echte trekvogels. Maar in ons land trekken grote Canadese ganzen niet of nauwelijks meer. In Nederland broeden de smienten haast niet. De meeste smienten komen hier naar de zomer aan vanuit Scandinavië en Siberië om in Nederland te overwinteren. Aan het eind van de zomer verruimen de volwassen spreeuwen hun verenpakje om voor hun gespikkelde winterkleed. En de jonge spreeuwen een grijsbruine voor het verenkleed van een volwassene. Ook rond deze tijd verzamelen groepen boeren zwaluwen zich voor een lange reis om te overwinteren in West-Centraal-Afrika. Om pas tussen eind maart en begin juli weer terug te keren.
In de nazomer vormen kievieten soms grote groepen om over korte afstanden naar het zuiden te trekken. Dat doen ze via de kustgebieden van Engeland en Frankrijk naar Spanje en Portugal of zelfs naar Noord-Afrika. Er zijn er ook die heen en weer pendelen met de vorstgrens. En in zachte winters in grote aantallen overwinteren in ons land. Dit doen ze aangevuld met kievieten uit Polen, Duitsland en de Scandinavische landen.
Een bijzondere waarneming in de polder is een groepje van 3 mannetjesdamherten. Hoe deze hier verdwaald geraakt zijn is een raadsel. Normaal gesproken komen ze van nature in de Alblasser Waard niet voor. Het jaar nadert. De dagen worden korter en kouder. In Noordwest-Rusland, Siberië, is de winter al begonnen. Dus is het de tijd dat ganzen in de polder arriveren. In korte tijd arriveren er enorme aantallen van deze wintergasten. De lucht raakt verzadigd van de ganzen. In de avond blijven er nog steeds grote groepen arriveren. De eerste die in grote groepen afdalen in de weilanden zijn de koolganzen. Koolganzen broeden op de tundra's van Siberië en keren elke winter naar hun vaste plaatsen terug om te overwinteren in Nederland. De koolgans is zoals alle ganzen een levendige vogel. Zo omstreeks september komt er nog een overwinteraar bij, de brandgans. Brandganzen zijn ook trekvogels die vanuit hun broedgebieden in Nova Zembla en Zweden naar Nederland trekken. Ook zij verzamelen zich in enorme aantallen in de polder. De brandgans lijkt zelfs op weg om de koolgans voorbij te streven als talrijk de in Noordwest-Europa overwinterende gans. Het is een compacte, prachtig getekende gans. De brandganzen in dichte groepen vrijwel uitsluitend gras eten en met een korte slaap de vegetatie extreem kort afgraven. Duidelijk dat je daar als boer niet blij van wordt wanneer ze op jouw land neerstrijken. Grazende ganzen kunnen veel schade veroorzaken aan het grasland. Maar verjagen is geen optie, het is officieel verboden. En uiteindelijk is zoiets maar een tijdelijke oplossing, omdat ze altijd weer terugkeren naar hun favoriete graasplekken. De Europese Unie verplicht Nederland de fourageergebieden in stand te houden, zodat de overwinterende ganzen kunnen overnachten en rusten zonder verjaagd te worden. Aan het eind van de dag worden de slaapplaatsen opgezet.
alles beter dan mannigheid van Marije.